Breda Nu. Je weet het meteen. Mag ik jullie aandacht? Wij willen graag met het openingsmoment gaan beginnen. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie er vandaag allemaal zijn. Ik geef straks het woord aan Michelle, de frisse kop die bij Kop een werkervaringsplek heeft en die een jaar lang achter de schermen met ons heeft meegewerkt. Steeds meer verantwoordelijkheid heeft gekregen binnen Kop. En met Under Construction als projectleider iedereen aan het werk heeft gezet. Kom, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ook de kunstenaars zijn allemaal aanwezig. Dat vind ik ook heel, heel fijn. Mijn werkervaringsplek, ja, bij Kop is een jaar geleden begonnen. En ik ben ook erg blij dat ik deze plek heb aangenomen. Ik heb hier heel veel... heel veel geleerd en ook zeker voor de toekomst neem ik dat heel goed mee. Voor de kunstenaars, mijn eigen selectie, daar ben ik heel, heel trots op. Alle kunstenaars die ik had gevraagd, die zijn ook, die hebben ook meegedaan aan dit project. Nou, gaan we openen, ja. Michelle heeft mij gevraagd om vandaag de opening te doen en als wethouder cultuur doe ik dat heel erg graag en dat doe ik niet zomaar graag, want ik moet zeggen dat ik wel een erg fan van Kop ben. Ik was er een paar weken terug ook al bij een tentoonstelling die er was. Wat ik zo mooi aan Kop vind, is dat het eigenlijk gewoon heel erg mooi past in het cultuurbeleid wat wij in Breda nastreven. Waarin we zeggen van, het hoeft allemaal niet meer binnen vier muren. Nou, als er iets is wat Kop doet, is zorgen dat het naar buiten gaat en gebruik maken van die openbare ruimte en vooral eigenlijk ook voor, dus dat begrijp ik dat we gaan zien, ook juist de wisselwerking tussen die openbare ruimte en het kunstwerk. Dat is zo mooi wat de verfrissing en het vernieuwende brengt. Ik denk dat dat heel erg goed is voor de kunstontwikkeling. Ik ga graag met jullie straks de safari aan. Ik hoop het grootste gedeelte in ieder geval mee te kunnen lopen, want ik moet nog even ergens anders zijn. En als openingshandeling mocht ik de gouden ballon er gewoon doorheen. En als ik het doorgeprikt heb, dan is Under Construction wat mij betreft geopend. Again, welcome. My name is Arthur the Third. I am... Ja, we staan nu bij de Stadsgalerij. Daar is de allereerste tour geopend door koning Arthur, die de koning van Breda is vandaag en die alle gasten meeneemt op de tour van Under Construction, ons kunstproject. Ze beginnen met een spel met een blauwe en een roze team. En we moeten even uitwijzen hoe het zich vordert, vooral met deze weersomstandigheden. Ja, we zijn even naar binnen gevlucht, want het begon ineens lekker te regenen. We zijn nu poncho's aan het uitdelen, want we hadden er al een beetje rekening mee gehouden dat het kon gaan gebeuren. Maar als het allemaal meevalt, gaan we zo gewoon weer lekker verder met de tour. Speciaal voor Under Construction hebben verschillende kunstenaars een werk in openbare ruimte gerealiseerd hier in Breda. Dat zijn Leonard van Münster, Sophie Vermeulen, Minke Boot, Roel van Ekelen, Niek Peters en Omri Borat. En vergeet ik nou iemand? Nee, dat was het geloof ik. En dat moeten jullie allemaal gaan komen bekijken deze komende maand.